ik denk dat op het podium echt iedereen super geconcentreerd is de hele tijd. En ontspannen, tegelijkertijd. En ik denk dat die energie die daar gevolg van is, heel erg aanstekelijk is en heel interessant is voor het publiek. Ik vond het een feestje. Ja, heel cool. Voor het eerst dat ik de vijver van Beethoven ook daadwerkelijk in je lijf voelt. Je denkt van ja, het grijpt me nu. Flair waarmee het gespeeld wordt. De spelers, maar ook het publiek was zo. Dus u had hier eigenlijk wel echt behoefte aan. Ja. Toevallig ben ik nu 6 dagen met pensioen en ik kreeg een telefoontje en dacht ik van, dat lijkt me nou te gek om een keer mee te doen. Pinarello is voor mij het begin van een nieuw leven. Ja, soms heb ik dan een tweede fluit naast me of een tweede klarinet en dan hoor ik noten dat ik nooit heb eerder gehoord in deze symfonie en dat is wel, ja, ook heel goed. We spelen zonder bladmuziek en zonder dirigent. We staan kriskras door elkaar deze muziek te spelen. Ik denk omdat je zo op elkaar let eigenlijk en bedoel, je kan niet echt om elkaar heen, want je staat naast en voor en achter elkaar, dat het ook veel makkelijker en natuurlijker samenspelen is. Concerten zijn heel cool voor ons. Voor het publiek denk ik ook, maar net zo erg voor ons. Die symfonie misschien wel 100 keer gespeeld, misschien wel 150 keer. Maar dan zit je altijd een beetje naar de dirigent te kijken, naar de muziek en naar de collega's. Maar hier kijk je eigenlijk steeds om je heen wat er gebeurt in het orkest. Dat is wel een stukje democratischer dan met een dirigent die ervoor staat en die zegt dit wordt het tempo en zo gaan we doen. Er wordt wel heel veel gepraat tijdens de repetities ook van goh, kunnen we dit een keer proberen of wat vind jij hiervan? En er komt wel vaak een compromis uit dan. Iedereen mag zijn inbreng doen en of je nou achteraan bij de tweede violen zit of de eerste flatist bent, dat maakt allemaal niet zoveel uit en iedereen, ieders mening doet ertoe, zeg maar. Dat soort repetitieprocessen wat je ook bij kamermuziek ziet en eigenlijk niet bij een groot symfonieorkest, maar nou, hier dus wel. Ook om er zo tussenin te zitten en dat je ergens naartoe kon lopen en dan kon kiezen welke geluid je kon horen. Wat ik zo leuk vind is dat het niet zo statisch is als in een concertgebouw setting waar iedereen gaat zitten, zijn bek moet houden. Maar hier beweegt iedereen, het is meer een jazz evenement waar je aan deelneemt. Mensen hebben het idee dat je, als je naar concerten gaat dat heel hoogdrempelig is. Maar dat vind ik hier ook leuk aan, dat het de drempel wat minder hoog is om te gaan. Het is heel anders als je in het concertgebouw zit en daar is het orkest en hier zit jij. Het is een hele andere beleving. Het lijkt echt net alsof je echt in dat orkest zit en je wordt echt helemaal meegezogen. En dat merk je gewoon wel aan het publiek ook, dat dat helemaal één geheel is. Ik vond het echt ontzettend leuk. By far the best orchestra experience I've ever had, I must say. Having so much contact with the other musicians opens up other spheres of making music, I believe. Super fijn om de mensen ook tussen ons te hebben. Het was net iets moeilijker om oogcontact te maken. En natuurlijk, iedereen is groot, klein, dus het was even gossé de eerste horen af en toe zoeken. Maar het is allemaal gelukt, dus het was heel leuk. Vooral de reactie die je terugkrijgt, is eigenlijk, maakt het nog 10 keer leuker. A lot of smiles. Which is maybe the best salary you can get as a musician. Yeah. Je ziet iedereen meeleven. Alsof het publiek naar een spannende film kijkt of zo. En dat je dan ook meedoet of alles wil volgen. Ik ben zo dankbaar dat iedereen het avontuur aan wilde gaan. Zo enthousiast en vol overgave dat ze dit project zijn ingedoken. Dat doen niet alle muzici. Kick voor ze volgens mij, dus dat was extra beleving. Ja, de geëikte traditionele manier van spelen is aan de kant gezet en dat is altijd leuk. Nieuwe dingen zijn mooi, ja. Zou u hopen dat dit vaker gebeurt? Ja, zeker. Ik hoop dat dit nog maar het begin is en dat we nog heel veel meer projecten kunnen spelen, nog meer op elkaar ingespeeld raken en de wereld gaan veroveren.